Het Agrarisch Museum De Garstkamp in Overasselt is gehuisvest in een oude boerenschuur. De inrichting is sfeervol en educatief. In 1978 werd er een begin gemaakt met het verzamelen en bewaren van oude landbouwwerktuig en gereedschappen vanaf circa 1800 tot nu. In 1982 werd de museumgroep gestart en in 1988 werd het museum geopend. De doelstelling is het verzamelen, restaureren, tentoonstellen en demonstreren van oude werktuigen en gereedschappen. De materialen komen hoofdzakelijk van de zand- en kleigronden uit het Rijk van Nijmegen, Land van Kuik en Noord-Limburg. Het werd gebruikt als handgereedschap of het werd voortbewogen door middel van paardentractie. Heel bijzonder is de verzameling aan handgereedschappen en huishoudelijke artikelen. Ook dorsmolens zitten in de collectie. Alle gereedschappen en machines zijn bijeengebracht door de bevolking uit de omgeving, maar ook van ver daarbuiten. Om belangstellenden te laten zien hoe er vroeger werd gewerkt, zijn er regelmatig activiteiten. Een van deze activiteiten, waarvan deze film een impressie geeft, is de jaarlijkse oogstdag in september.
van de proefnemer, dat is de tomaat.